goede morgen en slaap lekker. Ja. We zitten mooi slapen. Ja. Hoi. Van ja, dan zou je denken, al die luie mensen, is het op het eerste verdiep, moet je even de lift nemen. Ja, we moeten wel in met een buggy. Ja. Ik ben niet moeilijk van een trap dragen. Maar ja, dat gaat ook, maar een beetje moeilijk. Maar niet moeilijk doen. Zo, ja. Dus, Zo, we zijn klaar om te gaan ontbijten. Yes. Je hebt bananenbrood, zie ik. Ja. Hoe is dat? Lekker. Ik was hier liggen op het buffet. Mm-hmm. Lekker. Mm-hmm. Het was een lekker ontbijtje, hè? Yes. En nu is het tijd voor de zwembroekjes aan te trekken. Amai. Mijn zwembroek is een beetje gekrompen, precies. Ja, een beetje, maar. Dat is niet goed voor Jules, hè? Een zintje van jou. Tja. Kijk. Jules' zwembroek. Hey. Kom maar aan. Ja. Wij gaan hier in het zwembad. Joepie. Zijn jullie klaar om te zwemmen? Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Ja. En ik kom aan het zwemmen. Wat doen we dingen? Ruimte genoeg. Hé, hey, dat is hier nogal lekker warm, hè, man. Maar lekker, hè? Ik ga hier te chillen, hè. Terwijl een beetje naar het water te kijken. Kijk eens, wat een groot zwembad. Ja. Heel mooi hier, hè. Ik weet niet of het bestaat, maar als er een prijs zou moeten uitgereikt worden voor beste hotelzwembad van België, dan denk ik dat dit zwembad een grote kans maakt op de eerste prijs. Zeker wel, het is echt zalig. Ja. Echt, heel lekker warm ook. Maar ja, het is niet alleen lekker warm, het is ook nog eens een heel groot zwembad. Het is design, het is mooi aangekleed, het is heel rustgevend. Ja, kijk, zelfs als Jules is helemaal tot rust gekomen. Ja. Je ligt lekker te chillen. Hè, maker? Leuk hier, hè? Ligt wel naar het water te kijken. De lichtjes die veranderen ook zo. Heel rustig aan. Daar zijn ze van die boksen waar je kan in chillen. Ja, echt heel mooi hier. Een fotootje gemaakt. Zeer mooi. Ja. Ja. Op onze Instagram, hoor. Yes. Zeker postwaardig, ja. Okay. Heb je dit al gezien? Wat? Wat is dat? Een inktvis. Nou ja. Zo eng, hè? Ja. Hey. Je hebt nu de hele tijd naar het water gekeken. En nu is het tijd om in het water te gaan, hè, man? Yes. We gaan zwemmen, hè? Samen met mama. Zie je dat zitten? Hoeveel baantjes ga je trekken? He? Leuk hè, met mama in het zwembad. Ja, laten we maar een keer goed rondzwemmen. Yeah. Wauw! Wauw, goed gedaan.
Het is echt wel super om Gilles te zien genieten. Hij geniet er ook echt wel van. We weten dat hij graag in bad gaat, maar dat is natuurlijk een extra large bad. En hij vindt het gewoon leuk om zo, ja, als we hem zo, ja, als Julien hem zo meeneemt, dan kan hij zo met zijn voeten spatteren, met zijn armen spatteren. En dan, ja, hij is echt niet bang van water. Hij vindt het echt heel erg leuk. Oh, wat gaan jullie nu doen? Even afspoelen. Een ijskoude douche. Nee. Oeh. Hey, flink gedaan hoor, man. Ja, papa is trots. Ja. Het is vermoeiend, hè? Zo zwemmen. Zie zwemmen. Kapoentje, zo schattig. Oh. Dat is lievertje. Jawel, maar heb je ze laten rusten. Ja. Kunnen we ook nog een beetje rusten. Ja. Van het zwembad. Het zwembad heeft ook grote ramen waar je even naar buiten kan kijken. En je ziet het, het is weer helderblauwe lucht en de zon die schijnt zelf. Dus dat is ideaal wandelweer. We gaan uit het zwembad en we gaan eens gaan wandelen hier. Het is hier heel mooi. Dames en heren, Jules on Ice. Yes. Ja. Wat een mooie show. Ja. En dan zit het zelf niet. Ja. Ja, er ligt een laagje ijs op de baan. Dat maakt dat het wel natuurlijk een bepaalde sfeer creëert, want lekker kraken en zo. Maar wel een beetje opletten, hè, dat we niet uitglijden. Ja. Oh, ik zou zeggen, hou je goed vast, maar jij hebt eigenlijk een houvast, hè? Ja. Ik moet wat meer uitkijken. Ja, en natuurlijk, als ik begin te vallen, moet ik deze keer niet meer vasthouden aan Jolien, want dan kan het goed zijn dat de buggy en al mee omkwikt, hè. Dus in dit geval, als ik... Ik help je wel. Ja, ja. Als ik begin te gaan, dan ga ik alleen deze keer ja, op mijn snuit. Ja. Maar het valt heel goed mee tot nu toe, eigenlijk. Het valt heel goed mee. Ja, ja. Het valt heel goed mee. Je hebt hier in Butgenbach een heel mooi meer dat je kan ja, rondom lopen. Ja, heel het meer rondom lopen, dat gaan we nu ook weer niet doen. 10 kilometer ga ik eruit. Dat is een best lange wandeling. Je hebt ook een stukje ravel, dat niet start, maar dat gewoon loopt hier langs, ook een stukje langs het meer dus. En ravel, dat is eigenlijk, dat hebben we ontdekt toen we in Reuland, of hoe noemt dat? Ja, Reuland. Reuland in Duitsland. Rijn, ja, Reuland. Dat is een heel lang traject, waar vroeger een treinspoor was. Het is dus heel mooi afgevlakt, perfect voor fietsers, maar dus ook voor voetgangers. En dat loopt zowel door Duitsland, België, Luxemburg. En het leuke is, als je dat pad aan het doen bent, we hebben al een paar keer zo'n stukje ravel gedaan, kom je soms van die huizen tegen die verdacht veel op een stationgebouw lijken. De gebouwen hebben natuurlijk allemaal andere invullingen gekregen. Het een is dan een woonhuis, het ander is een cafeetje geworden. Maar dat is wel heel erg leuk om dat dan zo op ontdekking te gaan. En dan vooral ook als je dan de plaatsnaam van waar je op dat moment bent even intikt in Google, dan kom je dan ook de foto's tegen van hoe het er vroeger uitzag. En dan maakt het wel heel erg bijzonder, zo'n stukje, ja, hoe heet het, ravel doen. Ja. Maar dat gaan we nu niet doen, want we willen het meer zien. Yes. Daarvoor moeten we eventjes hier naar beneden. Als chance dat er niet te veel ijs en sneeuw ligt, hè, schat. Dan had het misschien nog wel gevaarlijk kunnen zijn, hè? Want het was toch wel best een afdaling hier, hoor. Ik was vergeten hoe mooi dat hier eigenlijk wel niet kan zijn. Echt, ja, het hotel is zeer goed gelegen en het meer is, ja, heeft alle facetten eigenlijk, hè. Heeft de mooie grote bomen, heeft het hele mooie meer. De rotsen zelf, kijk hier voor ons heb je, ja, rotspartijen. En dat alles heel mooi, ja, eigenlijk gewoon ruw, hè. Onaangetast, hè. Dit is niet aangelegd. Dit is geen Center Parks, wat ook mooi is, maar dit is toch echt wel, ja, the real nature, hè. En daar moet je af en toe eens tijd voor nemen. Ja. Staat hier een bankje, eigenlijk zou eventjes moeten zitten. Ja, ik denk dat het een beetje wel eigenlijk koud gaat zijn op het bankje. Maar... Staat iets op het bankje? Oh, eigenlijk wel een mooi tekstje. Neem niet enkel herinneringen mee, maar ook uw afval. Dat is wel mooi, toch? Ja. Afval mee? Yes. Herinneringen mee? Ook. Die zijn we nu eigenlijk aan het maken. Hè. Maken. Ja, leuke momenten zijn de herinneringen voor later. Ik denk niet echt dat onze kleine pruts hier veel herinneringen aan overhoudt. Of toch in ieder geval niet voor later. Maar ik kan later wel deze vlog terugkijken. Ja, hè. Dat is waar. Dat is wel een heel mooi aandenken eigenlijk. Hey. Vind je zo grappig, Jules?
Vind je het hier mooi? Vind je zo grappig? Ja? Wat hè? Is het grappig? Mooi, zegt hij. Mooi? Ja, precies. Je vindt het wel heel erg leuk om hier te zijn, hè? Denk het ook. Hm? Ja, je moet dat met je toe, hè? Het is een beetje koud anders. Ja. Zo. Het is wel heel mooi ook, hè? Wauw. Al die bomen. Prachtig. Water. Een beetje zo genieten hier, hè? Ja. Nou, boertje. Boertje gelaten, zeg. Ja. Wat zit je daar weer, schattig? Leuk, hè? We zitten hier nu opnieuw in het restaurant van ons hotel. En kijk, we zijn hier lekker aan het eten. Het ziet er zo mooi uit. Het is elke keer een kunstwerkje op ons bord. Het is echt gewoon wauw. Ja, mooi, de laatste dag alweer. Oh. Kijk trouwens ook eens naar deze video. Dat is van ons vorige keer toen we hier waren.